Apple brengt regelmatig iOS-updates uit voor de iPhone en het is belangrijk om deze zo snel mogelijk te installeren. In deze video vertel ik hoe en waar je nog meer op moet letten. Wanneer er een nieuwe iOS-versie beschikbaar is, dan kun je ervoor zorgen dat deze automatisch op je iPhone wordt gezet. Daarvoor moet je wel een optie inschakelen, maar het werkt gelukkig heel makkelijk. Je opent simpelweg de instellingen-app op je iPhone en kiest dan voor algemeen. Vervolgens zie je bovenaan de optie software updates staan en helemaal bovenaan weer automatische updates. En hier kun je ervoor kiezen om iOS updates automatisch te laten downloaden en installeren. Het is slim en vooral heel belangrijk om nieuwe iOS versies zo snel mogelijk binnen te halen op je iPhone. Daarmee krijg je niet alleen nieuwe functies, maar worden ook allerlei handige beveiligingsoplossingen doorgevoerd. Gelukkig geeft iOS automatisch een melding als er een update beschikbaar is, maar deze verschijnt niet direct na de release. Daarom is het ook handig om regelmatig handmatig op iPhone updates te controleren. Het handmatig bijwerken van je iPhone is gelukkig heel makkelijk en snel te doen. Je opent simpelweg de instellingen app op je iPhone en gaat dan naar algemeen. En als je hier op software update tikt, dan zie je automatisch de versie verschijnen die je op dat moment kan downloaden en installeren. Oh ja, het is vooraf wel handig om een backup van je iPhone te maken mocht er iets misgaan, want dan raak je geen persoonlijke gegevens kwijt. Als je problemen hebt met het binnenhalen van een iOS-update op je iPhone, kun je hem ook bijwerken via je MacBook of iMac. Dus sluit hem daarvoor eerst aan met een kabeltje op je laptop of iMac. En ga vervolgens naar de Finder en dan zie je onder locaties je iPhone staan. En dan bij Algemeen zie je de optie Werk bij. En als je hierop klikt, dan zie je de optie Download en Werk bij staan en daarmee kun je je iPhone updaten naar de nieuwste iOS-versie. Hopelijk is alles gelukt. Zo niet, laat het dan eventjes weten in de reacties hieronder. Dan kunnen we je verder helpen. Wil je alles nog eens rustig nalezen? Check dan de beschrijving hieronder voor de geschreven tip. Bedankt voor het kijken en als je meer van dit soort handige videotips wil zien, abonneer je natuurlijk ook eventjes en like deze video.